Hallo kijkers van Jorimoris Games, leuk dat kijken naar deze nieuwe aflevering van Black Ops. Zoals je ziet het nu hè, kijk, je hebt ogen gekregen hè, daar kan je mee zien. Nou, kijk naar het scherm van je, nou tenzij je blind bent, sorry ja, mensen die blind zijn, klik maar weg, het heeft geen zin om dit te kijken. Wat hoorde ik? Het geluid mag wel iets harder trouwens. Niet te hard hè. Zo, je ziet mijn muis nu, oh mijn god. Nou, mensen die het kijken, leuk kijken naar deze nieuwe aflevering van Black Ops. Dit is aflevering 3. 3 alweer. Oh god, 3. Het heeft betere kwaliteit, dat zie je ook. Nou, perfect, het is niet live, als je dat even weet. Niet live, niet live. Ik kijk dit zelf niet over. Ik doe het geluid niet zachter. Voor de zekerheid. Nou kijk, hier ga ik een vlaggetje veroveren. En dan komt er een fotootje en die ga ik killen. Kijk, ik ga op grond liggen. Hij ziet me niet. En ik schiet hem door zijn poot. En is hij ook meteen dood. Oh mijn god. Nou, ik heb hier een Kiparis. Zo heet dat wapen. En dan faal ik heel erg. Want ik speel op een, zoals je weet, misschien al op een klein schermpje. En dat speelt niet fijn. Zometeen bij de tweede video speel ik met een... op een groter scherm. Dat is wel heel slecht kwaliteit nog. Slechter dan dit. Dit is wel goed. Vergeleken dat. Wat je van de video hebt. En ik heb het ook met VLC Media Player helemaal zo goed mogelijk gemaakt. Dat het toch nog redelijk eruit ziet. Maar ik faal verschrikkelijk erg dus. Omdat ik het zelf op een mini schermpje zie. Van zo'n grote telefoon. Dus ik zit maar een beetje te kijken of ik ergens iets bewegend zie. In de hoop dat het iemand is van het vijandelijk team. Dus het gaat voor, kijk, ik dacht eerst dat hij niet bij me hoorde. Maar toen hoorde hij wel bij me. Toen wilde ik bijna moeten schieten, maar dat deed ik uiteindelijk niet. Dus ja. Ik hoop dat het nog redelijk kwaliteit is. Ik doe het ook met fraps. Zit ik het over te doen. Dat kan ik misschien beter volgende video niet doen. Gewoon met Movemaker. Want dan heeft hij minder quality loss als het goed is. Want ik heb al heel slechte kwaliteit en ik wil niet nog meer quality loss. Ik heb een assist. Oh, ik ben dood. Die snipers zijn heel goed in dit potje. In dit potje zijn er hele goede snipers. Ik weet niet hoe die gasten dat flikken hoor, maar ze doen echt goed dood, bam. En dat is mooi, dat geeft jullie een goede indruk van mijn skills. Kijk, hij schiet me dood, bam. Ik zag hem die ding, dus ik dacht er zal wel iemand zitten, maar hij had hem dood. Wat heel mooi is, eigenlijk niet. Zo. En er zit een counter-spy plane in. Hoop dat lag bij zo'n counter-spy plane. Bam, dood. Ze zijn veel te goed, die snipers. Ze zitten niet eens in de 14e prestige, nee, ze zitten gewoon in de eerste of in de nulste. Volgens mij. Nou, ik doe ze niet aan hoor. Ik ben geen sniper. Ik ben echt geen sniper. Ik kan echt niet snipen. Meen ik. Oh god, dood. Ik kon net voorzien en hij zag mij. Bam. Meteen. Woe, dood. Dood, bitch. Die. Oh god, dan kill ik hem. Volgens mij niet. Nee. Moet Charlie securen. Securing Charlie, zeg ik jou. Ik zeg die woordjes tegen jou. Securing Charlie. Arctic, die ready for launch. Die Arctic, die is ready for launch. Volgens mij ga ik nu Arctic gebruiken. Ik weet het ook niet meer. Dood. Hoeveel sta ik eigenlijk? Dan moet ik even kijken, maar daar heb ik geen zin in. Want ik wil de video niet stoppen. Enemy spy plane above. We lost A, bitch. I don't wanna lose A. Gisteren trouwens zat ik ook Black Ops te spelen. Want dat was free for all alleen. Ja, en dan zit ik wel op HDMI, dan gaat het al stukken beter. Dan gaat het echt stukken beter. En ik zat, het was Summit. Ik weet niet of jullie die map kennen, dat is ook een sneeuwmap, maar een andere. Op een berg is dat. En daar was ik tweede geworden. En er was een Nederlander, die killde ik heel vaak. Dat was een volwassen man. En die zat in de nulste prestiges van level 20 of zo.
En hij had een microfoon en die zei dat fuck jou, Jorrit Morrit. Want hij wist dat ik Nederlands was. Hé, hey, een Nederlander, Jorrit Morrit. Of hij zei hij zei geen Morrit, maar hij zei... Jorrit Morrit. Echt zo'n ol. Geen Morrit, maar Morrit. Jorrit Morrit. Oké, dus en toen zei hij, hey, Nederlander, Jorrit Morrit NL. En de eerste keer killde ik hem van achter, was een knife, gewoon bam, dood. En zei hij, dat vond ik wel kut van. Toen dacht ik wel, what the fuck, wat ben jij voor ASO? Hij zei, hij ging met kanker schelden en zo. Maar daarna moest ik wel lachen, want dan zei hij, fuck jou, Jorrit. En dan was ik weer, had ik hem weer dood gemaakt. Hij was iets van mijn ene laatste of zo, hij was helemaal niet goed. En ik was tweede. Dus ja. Het was ook met Kiparis, dit wapen. Ik had iets van ik had volgens mij 12 kills en 8 deaths of zo, zoiets was het. Ik weet het niet meer. Het gaat maar tot de 50 kills volgens mij. In totaal. Dan weet ik het niet. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik tweede was en dat ik meer kills dan deaths had. Verder weet ik het niet. En dat die gast de hele tijd zich irriteerde. Ja, ik ga aan de kant, man. Ja. Dood. Ik ga steeds dood. Hoe kan dat nou? Ik ga steeds dood. Kill hem. Dood. Ik ben weer dood. Ik word helemaal dood gemaakt. Hoe komt dat ik dood ga? Ik ga weer dood. Oké, nu kijk ik als het goed is op mijn ding. Doe ik altijd. Nee. Ik wil wel weten hoeveel kills ik heb, want dat kon ik nooit lezen. Dat kan ik niet lezen. Het staat dus te klein. Ik kan helemaal niks lezen. Er staan allemaal lijntjes in het beeld. Allemaal van die strepen, maar die inclinations eruit. Je ziet die lijnen niet. Anders zou het echt een kut video zijn. Dan zou het allemaal disliked. Zou niemand het leuk vinden. En is het nog erger dan wat het nu is. Hij killt me. Nee, ik kill hem. Oh mijn god. En nu een boot gemaakt. Ja. Van achteren. 6 om 16. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed, man. 6 om 16. Oh mijn god. En ik heb nog steeds mijn autootje niet gebruikt. Mijn RC XD. En ik schoot vol in zijn poot, joh. En het zijn geen campers, maar... zijn wel irritant, die gozers met die snipers. Er zijn er twee. En zijn troep ook heeft hij met elkaar. Kill ik hem? Nee, hij was dood gemaakt. Nu ga ik dood, sowieso. Ik ga een keertje dood. Hou ik deze ding heel lang vol, volgens mij niet. Oh mijn god. En nu komt hij van achter, hè. Dat had ik niet gedacht. Ik wist niet dat daar een deur zat. Dood. Wat ben ik toch genoeg. We're being dominated. Take those positions. Enemy Cobra approaching. RTXD ready for launch. Securing A. Ik praat die gozer aan, moet niet doen. Dood. Ja, dood. Ik ga steeds dood. En het komt omdat ze fucking goede snipers hebben. En ik ben een falende sniper, want ik snipe nooit. Ik heb ook vlak voor het potje heb ik een sniper toegevoegd omdat ik alle soorten wapens moet hebben. Ik heb alleen light machine guns niet. Ik had er wel, alleen ik heb nu Kiparis voor in de plaats gedaan. Maar dan had ik geen assault rifles, dan had ik niet van die kleine machinegeweertjes. Want daar hoort Kiparis bij, dat is het laatste kleine machinegeweertje. En ik vind hem zo fijn. En nu ga ik dood van zij. X-mat, snipe, X ding, dat is oké, dat zien we niet vast. Er zit iemand die ik ken. Hij heet Ari. En ik noem hem altijd Ari. En voeg hem maar niet als vriend toe, want dat vindt hij vast niet leuk. Als ik 30.000 abonnees had, dan had ik het afgeschermd. Maar nu ga ik het niet doen.
dan vond ik het niet leuk voor Ari. En dat koopt ze nou niet zegt. Maar ik heb er 42, dus dat is niet nodig, lijkt me. Enemy down. Oh god, 7 om 22 en ik sta tweede. Wat een kut team had ik. Ha, kut team. Behalve één iemand, die kwam er later bij. Maar dit was alweer een potje en het duurde maar 10 minuten, maar dat is alweer genoeg. Dus vond ik jullie nog een groen duimpje abonneren op mijn kanaal. Ik hoop een volgende keer weer kijken als er een nieuwe Black Ops online komt. En het gaat niet heel vaak gebeuren. Misschien nog bijna nooit meer, maar ja. Doei!